En maar praten, en maar praten, en maar praten, en maar praten. Het gaat er om, het gaat er allermogend heer. Want de lui die kunnen praten toch niet laten. Ook al zegt ze meestal niks geen zin als meer. Ja, dat zou wel zak maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik, en dat is het, en dat doet het. Wat ik zeggen wil, het is me toch een spul. Wat betekent voor u de lente? Lekker weer. Goed voor de duifjes. Ik heb een duivenhobby. En dus dan kunnen ze mooi iedere dag eruit. Worden ze lekker, lekker fris allemaal. Hè? Is de lente nou ook een periode waarin die duiven eieren leggen en jongen krijgen? Nee, dat al, begint al in eind november, december. Waarom is dat? Dat is toch niet natuurlijk? Ja, dat is niet natuurlijk, maar... Als je met de duiven gaat vliegen, dan moeten ze, want nu beginnen ze over 14 dagen, zeg maar, de eerste wedvluchten. Je kunt ze op nest spelen, op eitjes of op jongen. Maar ja, dat is de gang van zaken niet, want de jonge duiven beginnen over 3 maanden, beginnen ze al. Snap je? Dan beginnen ze ook aan de wedvluchten. Ja. Dus dan moeten ze een beetje groter zijn als normaal, laat ik het zo. Dus de lente voor u betekent dat u weer kunt beginnen met uw hobby? Ja. Daar ben je het hele jaar mee bezig. Hè? Dus van januari tot januari. Okay. Dus je maakt de prijzen in de winterdag, zeg ik altijd. Wat meer eruit, hè? Eruit. Naar buiten, zeg maar. In de winter zit je toch een beetje opgesloten. Ja. En de lente, ja, dan is het hoppakee eruit. Ik ben gepensioneerd, dus ik heb elke dag vrij. Ja. En dan is genieten makkelijk, hè? Ik bedoel, je kunt je moment kiezen wanneer je gaat. Ja. Een buitje, dat maakt niet zoveel uit. Ik bedoel, het wordt daarna weer droog en dan ga je gewoon. En wat doet u dan? Wandelen, fietsen? Heel veel fietsen. Ja? Ja. Hier in de omgeving, met die heuvels allemaal? Ja, met name in de gooi. Maar ja, ik heb een elektrische fiets. Oh, hè? Oh. Oh. Vakantieplannen of zo? Ja, vakantieplannen liggen er wel. In mei of juni een fietsweekendje. En dan misschien van de zomer nog een weekje Frankrijk. En dan in september een week of 3 naar Amerika. Maar dat ligt al helemaal vast, dus. Lekker. Ja, 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 ja. Ik vind het lekker zo. Maar ik had niet verwacht dat het zo'n donkere lucht zou zijn. Ik denk, dadelijk krijgen we nog regen. Ja, het is Groesbeek, hè? Ja. Maakt... Hangen vaak donkere wolken boven. Maakt dat wat uit. Hey. Maar u zegt, u wordt actiever met de lente. Betekent dat ook... Dat u er meer op uitgaat, met vriendinnen, naar familie, wat ook? Ja, ja, ook meer. In de zomer, ja. In de lente zeker, ja. Ja. Dan begint dat weer, hè. We gaan ook nog op vakantie. Weet u al, waarheen? Maar niet meer naar het buitenland of zo. Ik denk dat we het meer in Nederland houden nou. Naar Groesbeek? Op onze leeftijd. Nee, niet naar Groesbeek. Nederland is groter dan Groesbeek, ja. Hè. Nou, daar word je gewoon vrolijk van. Dan krijg je kriebels, dan wil je van alles gaan doen. Ik heb vorige week toevallig met het mooie weer mijn bloempotten weer eens gevuld. Ja? Beetje vrolijkheid op het terras. Ja, heerlijk. Dan krijg je er weer zin in. En welke kriebels krijgt u dan? Lekker bezig zijn buiten. Vooral buiten bezig zijn. En wandelen, fietsen, genieten weer van de natuur. Want we wonen hier ontzettend mooi. En iedere keer kan ik daar weer van genieten. Wij gaan heerlijk op vakantie. We gaan een keer naar Normandië toe. Daar willen we graag eens een keer zien, ook de geschiedenis die daar is. En dan naar Tsjechië. Lekker met de caravan. Ja. Lekker erop uit. Heerlijk. Ja. Ik heb een mooie voortuin en die is dan voor mij. Achter hebben we alleen maar gras en dat is voor de kleinkinderen. En dat is ook wat mijn man nu eigenlijk dit jaar een keer om moet gaan spitten en nieuw gras in moet zaaien. Dus dat zijn ook nog de plannen. Ja. Ja, ja. Dus je hebt genoeg te doen even? Jawel. Maar dat vind ik ook heerlijk. Ja, lekker. In de grond voeten. Ruikt ook heerlijk. Sommigen vinden het niet lekker, maar ik vind het heerlijk. Ja. Ja, dat zou wel zak maar zeggen, wat ik zeggen wil ik zeggen. Ik wil zeggen, dat is echt geen flauwekul. Wat bedoel ik, dat bedoel ik en dat is het. Dames, goedemorgen hier op de Marx in Wijchen. Hebben jullie iets met voorjaar? Ja, zeker. Zeker na een maand regen. Dat was, dan geniet je van elk zonnestraaltje. En natuurlijk de bloemen, wat hier staan ook allemaal. En ja, dat is gewoon perfect. Dat is genieten ervan weer. Geniet u ook zoveel? Ja, heerlijk. Ik ben 20 wel echt helemaal zat.
Maar met name de regen, zegt u, hè? En toch hadden we de regen hard nodig. Ja, dat heb ik gehoord. En ik denk dat we nu voldoende hebben. Als ik de rivieren kijk, dan lopen ze aardig over. En het is zeker nodig. Maar ik ben toch wel blij dat het nu voorbij is. Dat we weer lekker naar buiten kunnen. En dat we kunnen fietsen. En ja, gewoon lekker naar buiten. Iedereen is ook toch weer wat gezelliger. En hebt u een tuin? Ja. En wat doet u in de tuin? Nu heel veel planten zetten. Met name de bloemetjes. Ja, zeker. Ik ben elke week kom ik kijken wat er is en dan neem ik wat mee. En dan zetten we de bloemetjes buiten. Nou, het voorjaar, dat is natuurlijk een hele bijzondere periode in het jaar. Waarbij je ziet om je heen dat heel de natuur weer tot leven komt. En dat fleurt ook de mensen op. En ik ben nou toevallig hier op de markt om even te kijken naar een bloemetje. Om even iemand te verrassen met een bloemetje. Komt u uit Wijchen? Nee. Mijn geboorteplek is Noordoost-Groningen. Dat is een eindje uit de buurt. Nogal. En ik woon sinds 2,5 jaar in Wijchen. Ja. Althans in Alverna. Okay. Alverna is hier vlakbij. Hè. Een paar kilometer hier vandaan, dus dat is niet zo ver weg. Dat is de voorstad van Wijchen. Oké. Dankjewel. Ja. U zegt, hebt u een tuintje? Nou, nee, ik heb geen tuintje. Ik woon in een appartement. En ik heb wel een balkon. En op het balkon kan ik dus inderdaad bloemetjes neerzetten. Ja? Ja, ja. En dat moet ik dus deze dag ook weer gaan doen. Dat ik het balkon ook een beetje ga opfleuren met wat bloemetjes. Hè? Ja. Met wat plantjes. Hè? Ja. Nou, een medebroeder die is vandaag 65 jaar priester. 65 jaar? Ja, priester, ja. En ik ben zijn medebroeder. Ik hoor bij de club van de Franciscanen. Alverna stond vroeger een groot klooster met Franciscanen. En deze medebroeder is 65 jaar priester. Dus ik ga even naar de markt, denk ik. Ik ga een bloemetje halen, even verrassen. Nou, ik vind dat wel gezellig. Ja. Het zonnetje schijnt en lekker naar buiten. Veel wandelen. En daar word je toch weer vrolijk van. Gaat u ook naar de markt om bloemetjes te kopen? Ook bloemetjes en fruit altijd en kaas. En voor de kleine dan een maartkoek. Dat vindt ze altijd lekker. Dus, een verrassing om met oma mee te mogen. Hè? Ja, dat sowieso. Dat sowieso, ja. Daar kijkt ze echt naar uit. Want bij het kasteel begint ze altijd roepen kaas. Dus dat weet ze al. Hebt u ook een tuin? Ja, heb ik ook. En werkt u in de tuin? Nee, dat laat ik aan mijn man over. Ja, dat is vaak wel zwaar. Ik ben voor binnen en hij is voor buiten. Maar wel samen de bloemen kiezen in de tuin? Ja, dat wel. Ja. En dat doen we meestal rond 30 april. Dan gaan we bloemetjes kopen. Met name naar de kanselvorst die niet meer is, ja, hè? Dat sowieso. Ja, het is ook zo, nou, als je bloemen haalt en de vorst komt er overheen. Dus, En de fiets pakkend en dan naar de markt? Altijd lopend. Ja, we gaan altijd lopend naar de markt. Dus. In de buurt dan? Ja, we wonen in Wijchen Noord, dus dan is dat te doen. Ik vind het het mooiste seizoen van het jaar. Ja. En gaat u dan bloemen kopen? Ja, ik ben toevallig van plan vandaag mijn tuin weer in de lente en ook mijn huiskamer in de lentesfeer te maken. Dus u hebt een tuin? Ik heb een tuin, ja. En werkt u daar alleen in? Nee, dan heb ik wel iemand die dat ook mee onderhoudt. Gelukkig, want ik heb niet zo'n hele sterke rug, dus... Kan maar kort. Het is best zwaar tuinwerk, hè? Ik vind het zwaar werk, ja. Maar ook wel heerlijk werk, hè? Ja. Ontspannen, klopt. Ja. Helemaal. En pakt u de fiets meer in het voorjaar? Ja, ook. Ik ben mooi weerfietser, hoe men dat dan zegt, hè? Ja. Juist heerlijk. Dat vind ik echt zo fijn van dit weer. De vogeltjes. De vogels, ja. Ik vind echt, wat ik al zei, ik vind het het mooiste seizoen van het jaar. Alles wordt weer groen, alles gaat leven. Ik kan vanuit mijn tuin naar het water kijken, dus dan heb ik al mijn beesten. Die zijn op dit moment allemaal eitjes aan het uitbroeden. Ja, vind ik superleuk.